En dan nu? Alle ware beschaving uitzicht in tact, bescheidenheid en beperking en niet in datgene wat voor geld te koop is. Hallo kijkers, ik zit al zo'n jaar of 8 in de mantelzorg. En heb ik je niet om gevraagd, maar is me overkomen. Krijg je wat geld en voorzieningen bij en dan probeer je er samen wat van te maken. Nu is er een heleboel aan het veranderen, maar wat er nou precies gaat gebeuren weet niemand eigenlijk goed te vertellen. Ik weet wel dat er 8 instanties per dossier bezig zijn met formulieren en bedragen. De zorginstelling, de ziektekostenverzekeraar, het CIZ, het PGB-kantoor, het CAK, de SVB, de gemeente en de Belastingdienst. Ik heb geprobeerd het gevoel te verbeelden dat er volgens mij bij veel mensen is die nu en straks recht hebben op financiële en of praktische ondersteuning bij hun zorg. Het lijkt wel een kermis waar je flink door elkaar geschud wordt. En van links en rechts schiet er van alles op je af, maar uiteindelijk ben je niet veel wijzer geworden. En soms zo door elkaar geschud dat je er alleen maar zieker van bent geworden. Het stuitert allemaal over en door elkaar en tussendoor glippert iedereen maar verder het moeras in. Ik hou mijn hart vast bij al die veranderingen die er aan staan te komen. En ik krijg er ook zonder kermis al een raar gevoel van in mijn maag. Iets zegt me dat we van een heel erg koude kermis thuis gaan komen in januari. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En naast die 8 instanties die er al mee bezig zijn, krijgen we binnenkort ook nog het keukentafelgesprek.